Hallo en welkom bij dit filmpje over het onderzoek naar Broedels, een serious game voor brussen. Dit computerspel ondersteunt jonge brussen op een laagdrempelige manier bij hun emoties en gedachten. Ook laten we brussen in het spel zien dat ze niet de enige zijn. We zijn op zoek naar gezinnen die mee willen doen aan dit onderzoek om te kijken of het spel brussen echt helpt. In dit filmpje vertellen we wat dat inhoudt. Een kind met een broer of zus die intensieve zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door een beperking of ziekte, noemen we wel een brus. Het hebben van een broer of zus met een intensieve zorgvraag heeft impact op die brussen. Het brengt leuke en speciale, maar ook lastige dingen met zich mee. Brussen kunnen zich zorgen maken over hun broer of zus of houden hun eigen vragen en zorgen voor zich, omdat ze hun ouders niet nog verder willen belasten. Omdat brussen opgroeien in een situatie van zorg, worden ze ook wel jonge mantelzorgers genoemd. Nou, het is soms best moeilijk dat Jonas aandacht krijgt, maar dat heeft hij gewoon nodig. Bijvoorbeeld, dan moeten ze hem katheteriseren of dan moeten ze doen voordat hij naar bed gaat. En dat begrijp ik ook wel, want het lukt hem echt niet alleen. En ik kan gewoon mijn pyjama zelf aantrekken en mijn tanden zelf poetsen. En dan ben ik al klaar om mijn boekje nog te lezen en dan kan ik naar bed. En Jonas kan het allemaal niet zelf. Er komt steeds meer aandacht voor brussen. Bijvoorbeeld vanuit het Nederlands Jeugdinstituut en de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. Maar in de praktijk blijkt het soms lastig om ook aandacht te hebben voor de brussen van kinderen met een beperking. Ondertussen krijgen brussen te maken met veel tegenstrijdige gevoelens en weten zij niet altijd goed hoe met de situatie om te gaan. Herken je dat vanuit je eigen werk of gezin? Probeer je de brus te helpen, maar weet je niet altijd goed wat te doen? Hoe mooi zou het dan zijn als de brus er zelf mee aan de slag kan en op een leuke en leerzame manier kan leren? Met het educatieve computerspel Broedels willen we daar een oplossing voor bieden. Hoe ziet dat computerspel eruit? Het computerspel heet Broedels. De Broedels zijn kleine, lieve monstertjes die verstopt leven in de gewone wereld. Ze maken in 8 levels allerlei dingen mee die brussen ook meemaken. In het spel ziet het kind animaties van de broedels, beantwoordt vragen, speelt spelletjes en ziet filmpjes van andere brussen. Het kind kan het spel zelfstandig spelen. Kun je nog kort vertellen wat je het allerleukste vindt aan broedels? Nou, dat ze zo klein en schattig zijn. En dat ze kunnen verbroedelen. En wat is dat verbroedelen dan? Nou, dan wordt de broedel die dus verbroedelt echt... heel kort eventjes de andere broedel, echt precies hetzelfde, maar dan wat groter of wat kleiner. En dan verbroedelt hij weer terug en dan snapt hij het dus. En kun je heel kort vertellen waarom andere kinderen het spel moeten spelen? Nou, omdat je dan meer leert over je broer of zus. En dat helpt dan. En dat is heel fijn. Bij het spel komen ook opdrachtbladen en een handreiking voor ouders. In het spel komen 9 thema's naar voren die ook zijn beschreven in het broers- en zussenboek van Anjet van Dijken. Deze thema's helpen brussen om zich beter te voelen als ze daarover praten. Broedels is een zogenaamde serious game. We gaan onderzoeken of de brussen er baat bij hebben. En daarvoor gaan we langs bij 150 gezinnen in Nederland en Vlaanderen. Per gezin kan er 1 brus meedoen, ook doet er per gezin 1 ouder of verzorger mee. Kinderen die mee kunnen doen zijn tussen de 6 en 9 jaar oud, spreken Nederlands, hebben een broer of zus met een visuele en of verstandelijke beperking, hebben zelf geen verstandelijke beperking en zijn niet ernstig ziek. En ze hebben ouders die ook geen verstandelijke beperking hebben of ernstig ziek zijn. Wat houdt het onderzoek in? Kinderen die meedoen met het onderzoek worden verdeeld over 2 groepen. De ene helft van de kinderen speelt het spel tijdens het onderzoek en de andere helft speelt het spel na het onderzoek. Zo kunnen de onderzoekers vergelijken en zien of het werkt. Kinderen en ouders worden gevraagd om op 3 momenten vragenlijsten in te vullen. Er komt een onderzoeker bij het gezin thuis om de ouder en het kind te ondersteunen bij het invullen van de vragenlijsten. Ouders en kinderen hoeven dus niet zelf te reizen en kinderen spelen zelfstandig het spel in 4 weken uit. We hebben jouw hulp nodig. Ken jij brussen van 6 tot 9 die mee zouden willen doen aan dit belangrijke onderzoek? Neem dan contact met ons op. Alleen met jouw hulp kunnen wij er een succes van maken en de brussen de aandacht geven die ze verdienen. De game is ontwikkeld in samenwerking met Brussen, Professionals en Metropolis Film.
Voor meer informatie, neem contact op met de onderzoekers door te mailen naar info@brussengame.nl of bezoek onze website www.brussengame.nl.